Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis met in deze video Immanuel Kant in de hoofdrol. In een eerdere video zagen we de visie van Cesare over het doel van straffen wat resulteerde in de utilistische visie. Oftewel dat straffen het doel moeten hebben om toekomstige misdaden te voorkomen. Er zijn ook tegenhangers van deze visie. Een van die tegenhangers is Kant. Kant schepte een dualistisch mensbeeld. De mens als natuurlijk wezen, de homo phenomenon, en het mens als redelijk wezen, de homo noumenon. De mens als natuurlijk wezen is de mens in zijn fysieke vorm met alle driften en hartstochten. De mens als redelijk wezen is de mens die kan nadenken, redeneren en dus verstandelijke vermogens heeft. Kant meent dat de straf alleen gerechtvaardigd mag worden als reactie op een delict dat iemand gepleegd heeft. Kant meent dat de mens als redelijk en moreel wezen onderscheiden moet worden van de mens als natuurlijk wezen. Mensen zijn volgens hem vereniging tot een redelijk denken. Wetgeving vindt haar instemming met het idee dat de mens een redelijk wezen is. Daarnaast meent Kant dat bij de bepaling van legitimiteit van overheidsgezag we zouden niet moeten vragen wat een mens als natuurlijk wezen zou willen, diens overwegingen hebben betrekking op privébelangen zoals zelfbehoud, maar we moeten ons afvragen of redelijke mensen ermee kunnen instemmen. Als Kant het strafrecht gaat analyseren, dan meent hij dat straffen opgelegd moeten worden als er een delict is gepleegd, als reactie op het delict zelf dus. Dit noemen we het retributivisme. We zetten zijn visie even op een rij. Kant meent dus dat een straf niet opgelegd kan worden als middel om voordeel te behalen. Het moet juist gericht zijn op de misdrijf die al is gepleegd. Straffen dienen ter bescherming van de openbare gerechtigheid. Hij sprak over het vergeldigingsrecht. Ius talionis, oog om oog. Heeft iemand gedood, dan zul je zelf moeten sterven. Hij bekritiseerde Beccaria die tegen de doodstraf was. In het maatschappelijk contract is geenszins de belofte opgenomen zich te laten straffen en zo over zichzelf en zijn leven te beschikken. Kortom, volgens Kant moet een straf een reactie zijn op een begaan delict. Deze is dus gericht op het verleden en gekoppeld aan de schuld. We noemen dit ook wel retributivisme. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.